Ik zei het al tegen na de wedstrijd tegen Groningen, je was de beste man op het veld. Vandaag heeft ook de Galgenwaard dat kunnen zien, denk ik. Nou, het is vandaag mooi dat ik zijn mandje kan leggen. En, het is gewoon fantastisch dat het team enorm gewerkt heeft. En, ondanks al de druk van de laatste weken dat we toch een topprestatie geleverd hebben als vandaag. Dus compliment aan heel het team. Maar jouw naam staat op het scoreformulier. Ja, maar nee, inderdaad, zoals ik al zei, ik ben gehaald om kansen te creëren voor mezelf en voor het team. En het is mooi dat vandaag anderen dat doen van mij. Fantastisch assist van Tommy. En dan is het mooi dat ik kan scoren. Enorme bevrijding voor mezelf, voor het team en voor de fans. Top. Ik heb eens wat extra op jou zitten letten vandaag. Ik ben blij dat ik geen verdediger ben, want jij bent niet de verdediger, denk ik. Nou, ik weet niet. Ik denk dat ik vandaag gewoon een goede wedstrijd heb gespeeld. En, het is nog maar de vierde wedstrijd in het seizoen, dus ik wil dit zo lang mogelijk aanhouden. En, ik denk dat we nog altijd groeiende zijn, zowel het team als mezelf. Ik kan nog geen 90 minuten op topniveau spelen. En dat zag je, vandaag viel ik weer uit met krampen. Maar ik kom eraan en ik hoop van grote waarde voor Utrecht te zijn. Eerste helft, jullie begonnen heel fel. Echt van, we gaan even die zeepert van vorige week rechtzetten. Maar het lukte me niet. Jullie kwamen niet door. En als je er een keer doorkwam, jij had een grote kans. Maar dat schot miste gewoon een beetje precisie en kracht. Waarom lukte het de tweede helft wel? Ja, ik moet zeggen dat we gewoon ook in de eerste helft gewoon een goede partij hebben gespeeld. En waar we de voorbije weken te vlug die bal weggaven als het even niet lukt. We hebben vandaag heel goed de rust gehouden achterin en zijn we blijven rondspelen. En dat hebben we nodig. We moeten ons niet druk maken als het even niet lukt. En in de rust zaten we ook gewoon met de goede spirit in de kleedkamer. Omdat we weten dat de AZ geen... Ja, ze konden gewoon niet met ons om. En we wisten van ja, blijf gewoon zo verder doen. Blijf die rust houden. Dan gaan die kansen komen. En dat is gewoon bewezen tweede helft. Die kansen kwamen. Is dit nou het Willem Jansen effect? Nee, ben je gek? Nee, natuurlijk niet. Ik ben geen Messi wat dat betreft. Ik ben gewoon denk ik een speler die een stukje ervaring toevoegt. En uiteindelijk ook in mijn kracht misschien meer je komt te voetballen. En het is wel lekker dat je natuurlijk binnenkomt en direct 2-0 wint. Maar de ploeg heeft het vandaag gedaan en dat is heerlijk. En met een staande ovatie gewisseld worden is ook niet vervelend in je eerste wedstrijd? Nee, maar ik was liever niet gewisseld geworden. Ik moest er zelf uit, dus heb ik zelf om gevraagd, want de pijp was leeg. Dus daar moet ik nog naartoe groeien, maar nee, dat is lekker natuurlijk. Je bent vrijdag bijgekomen, toch nog wel tamelijk onverwacht moet ik zeggen. Ik bedoel, er waren een hoop geruchten, maar jouw naam viel ten opzichte van 2 jaar geleden nu niet. Hoe is dat gegaan? Woensdagmiddag na de ochtendtraining bij Twente werd ik gebeld door mijn zaakwaarnemer dat Utrecht zich had gemeld en dat ik verhuurd mocht worden. Dat was nieuw voor mij dat Twente me wilde verhuren. Dus toen heb ik er een halve dag over nagedacht en al heel snel met de mensen van de club, de trainers ook gesproken. Dat gevoel was direct goed en dan hoef ik ook niet lang te wachten en na te denken. Ik heb snel de knopen doorgehakt en met volle verstand deze huurovereenkomst getekend. Volgende week naar de kop lopen, PEC Zwolle. Ja, mooi moment om eindelijk wat puntjes af te snoepen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk had gedacht dat jij je plekje weer kwijt zou zijn, maar je hebt het helemaal waargemaakt vandaag. Ja, vandaag ging het goed. We hebben als team gespeeld. Ja, en je hebt gezien dat het een mooi resultaat geboekt. 2-0 tegen AZ is niet zomaar iets. Goed voetballende ploeg. Want vrijdag kwam Willem Jansen erbij en ik dacht van nou, die gaat samen met Mortensen op het middenveld en dan brengen ze jou wat rustiger. Maar je hebt Mortensen uit de basis gespeeld, dat moet een goed gevoel zijn. Ja, Mortensen is een goede jongen. Ik leer ook heel veel van hem. Ik heb vorig jaar ook veel van hem geleerd. En ik leer nog steeds van hem op trainingen. We zijn wel concurrenten van elkaar, maar buiten het veld zijn we gewoon vrienden. In het veld moet je gewoon je ding doen en voor de ploeg spelen. En je moet niet gaan denken van concurrent of concurrent. Je moet gewoon je ding doen en laten zien aan de trainer dat je alles wil geven en de beste wil zijn.